Welkom terug. Met De Beers wat grootliks onttrek het en sy diamantmynaktiwiteite by Kleinsee gestaak het, het onwettige myners, oftewel zamazamas, hier toegesak. Duisende hoopvolle delwers het met pikke, grawe en siwe begin soek na splinterkies diamante tussen Hondeklip Baai en Port Nolloth. Pogings is onderweg om die kleinskaalse myners te probeer reguleer. Die Bedrock is die gebied waar hoopvolle kleindelwers vir diamante myn. Dit is egter onwettig en leidens berigte is die delwers sedert ons besoek daar verwyder. Esmy Kriel, oorspronklik van Pofadder, is een van duisende hoopvolles van reg oor die land wat daar gedelf het. Die bedrywer was nou al lang. Die mense die oor ook op die delf wat hier en toer is later, ons kan ook kom. Mense het later mis net gekom en gegaan, maar en toe is nog later gekom. Hy is opzit. Die hokkiekies wat hier is. Het is eindelijk hokkiekies. Het is net verslapen aan. Kom nou uit een nachtskop uit. Kom nou uit een nachtskop uit. Val nou eerst laat namelijk uit. Hier is een slaapplekje zo uitval. Los je een en ander in af en dan. Kom, ga niet ander weer. Dat is bitterlijk vroeg. Als jij een nachtskop gaat doen, daar ene wat uitval, moet kom leven weer en je moet ingaan. Ek heb nou nog geslapen, sien hoe dik is my oor. Lippe is brein. Nou, ek is nou so 2 maanden hier, maar ek kom en gaan mis ook net. Haar buitenkant is die werkie, meneer. So ek moet hier kom deel van my. As ek die deel, wie raak my maak, my ma is alleen lopen. Ek moet hier werk, en haar kinders in huis. Dit is een verskrikkelijke harde werkie. Vandaag is een lieflike dag met een lichte wind, een lichte warme wind. Maar as die wind hier kom waai, dan is het net een stof. Ek glo die visibility is, hy word ook belemmer. Ons was hier om te probeer een paar weke terug om met ons mense op die Bedrock vergadering te hou. Maar het was verskrikkelijk, want jy kan nie jou oë of jou mond oopmaak nie, dan is het vol sand. So ja, dis een baie harde werk. Hier is baie vrouwens wat hard werk, hulle slaan pik. Hulle kap die grys uit met 4 pond hammers en beitels. Ja, dit is harde werk. Die moeilijkste deel is net die wind wat so ernstig waai. Dit is al. Verder is daar geen probleem. Hier is hier weer. Klip en beitel. Jy moet diep in die sloot afgaan, meneer. Dit is nou redder werk die. Met die pik en met die beitel en ammer. En jy hem nog so kom rauw en daarom die gesif word en hy moet gewas word. As jy een spijendig, weet jy of jy een spijendig. Jy maar kyk of jy geluk slaat. Wanneer ek sit nou van zondag af hier, ek het nog niks gehaas. Nie niks. Ek weet redig hoe. Die misdaad sy verrare gesak as gevolg van hierdie. So ons sien self in ons eie dorp in Port Nolloth. Ek self het met die polisie gepraat en hulle bevestig dat die inbrake, die diefstal syfer het gedaal, want die dorpe bly leeg, die mense werk op die Bedrock. Ons glo, daar is nog steeds incidente, maar sekerlik moet dit wees van mense wat nie bereid is om te werk nie. Hier sou ons almal staan saam hier op die grond. Struk jy mekaar af, maar net almal op een goeie verstand houden. Ek sal een kloek sal krijg. Dat is my geloof, ek sal hem krijg. Hy leef maar net hier voor my oor. Nog net die grijs was, weet ek, ek sal hem krijg. Daar pij ek nou slag. Maar toch, hierdie kan nie eindelijk een free for all wees nie, want aan wie behoor die grond? Nou kom ons weer terug aan die wetgeving van die dag, wat die mynrecht van hierdie grond, van hierdie gebied, dit behoort nog aan De Beers. Dit behoort aan hulle, want dit was aan hulle gegin uit die staanspoort toe hulle hier begin mynen. Die plaaslike bestuurder hier op Kleinsee het vir ons gesê dat hulle is bereid om die grond terug te gee aan DMR. En dan moet ons as gemeenskap, ons moet 'n koöperatief of 'n moederliggaam, elke dorp moet 'n koöperatief vorm, laat die mense gaan deel word van die koöperatief, en dan al die dorpe saam moet die moeder, soos het
tipe van 'n moederkoöperatief stig en dan sal daai moederkoöperatief sal dan aansoek doen vir die permit om hier te gaan werk. It Staan op Namakoland is a non-profit organization which we are busy registering. We've put the whole constitution together and it's just to right a whole lot of the wrongs that have occurred here. And the aim of it is to have more than 10,000 members because that will make sure that if we have any problems and things that we want to be sorted out, that they'll have to debate it in Parliament. Because up until now, over the years, any complaints that we've had are basically swept under the mat. It's like almost a conspiracy of silence. You know, you never hear about Port Nolloth. I think the companies prefer it that way. And then also to assist the illegal miners, the Zamazamas, to get them legalized that they can work, because this can also provide a lot of work here. And I mean, the Freedom Charter says that the people must share in the country's mineral wealth. Die diamantkwessie is netelig en hopelik word daar gou 'n ooreenkoms bereik wat die duikers, myners en rigtersvelders in 'n meer gunstige posisie sal plaas. Indien die bewering teen die staatsonderneming Alex Kor waar is, behoort die regering onder leiding van minister Pravin Gordhan dringend daarin te gryp. Laat weet ons wat jy dink en stuur 'n e-pos na prontuit@actual.tv of gesels saam op sosiale media. Tot volgende week, mooi bly.